De registratie van ambtenaren die in 2020 begon is niet vruchteloos geweest. Met de verzamelde data heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken tal van problemen kunnen aanpakken. Minister Bronte Somahadjo van Binnenlandse Zaken is zich ervan bewust dat met de bekendmaking dat per 1 oktober 2022 een verplichte registratie voor ambtenaren van start gaat, mensen zich zullen afvragen wat er gebeurd is met de data van 2 jaar geleden. De bewindsman geeft aan dat de registratie van 2020 bedoeld was voor het ministerie om een beeld te krijgen van wat er misging binnen de ambtenarij. De registratie van 2 jaar terug was niet verplicht en dat was meer voor mijzelf of voor het ministerie zelf om een beeld te krijgen wat er gebeurd is de afgelopen periode, de vorige periode, en dat beeld hebben we gehad. We hebben heel veel belangrijke data kunnen verzamelen waaruit we hebben kunnen concluderen dat er veel is fout gegaan in de vorige periode. Maar let op, ook die mensen moeten zich weer registreren, want nu gaat het om een verplichte landsdienaarregistratie voor alle ambtenaren. Somahadjo geeft aan dat de data die verzameld is uit de registratie van 2020, het ministerie heeft kunnen werken aan rechtspositionele zaken van ambtenaren. Bij die informatie hebben we heel veel data gezien. Toen wisten wij precies, er zijn zoveel mensen in dienst genomen, zoveel mensen zijn verkeerd in dienst genomen, zoveel mensen hebben geen werk, zoveel mensen hebben wel beschikking, maar krijgen geen loon, of ze hebben wel loon, maar krijgen geen beschikking. Dus we hebben de probleemgevallen kunnen identificeren en van de probleemgevallen is bijna 90% opgelost. Dus daar zijn we heel erg tevreden mee, maar nogmaals, dat is al afgesloten. Nu ben je verplicht om te registreren. Ze hebben hier een slogan die ik niet wil gebruiken, maar ze hebben gezegd: if you not registreert, de einde van moet je keren. Want we zetten je loon stop. Dus wanneer je niet registreert, vanaf 1 oktober zijn wij gerechtigd om je loon stop te zetten. En niet om je onaangenaam te zijn, want het gaat niet moeilijk zijn om je te registreren. Je kan je fysiek laten registreren bij onze mobiele units of via internet, maar registreren. Want nogmaals, doe je dat niet, dan zijn wij gerechtigd om je loon stop te zetten. En niet om onaangenaam te zijn, om eerlijk te zijn en oprecht. Somahadjo wijst er verder op dat de registratie die in oktober van start gaat, als doel heeft de loonsom van de staat met de helft te verminderen. Daarom moeten alle ambtenaren zich laten registreren, ook zij die zich 2 jaar geleden reeds hadden geregistreerd.